De dijk in de gemeente Neder-Betuwe moet hoger en sterker worden. Dit is nodig om het rivierengebied in de toekomst te beschermen tegen overstromingen door hoge waterstanden in de Waal. Waterschap Rivierenland, die de dijk beheert, heeft daarom samen met gemeente, provincie, bewoners en bedrijven gekeken waar ruimte is voor een dijkversterking en waar niet. Op de plekken waar ruimte is voor een dijkversterking zijn er nog maximaal 3 alternatieven kansrijk. Alternatief A spaart de buitendijkse waarden door binnendijks te versterken. Alternatief B spaart de binnendijkse waarden door buitendijks te versterken. Alternatief C spaart beide zijdes door plaatsing van een constructie. Waar we eerst afwegingen per dijkvak maakten, doen we dat nu per dijktraject. Daar zijn er 9 van. We houden bij elk dijktraject rekening met typerende landschappelijke kenmerken. Zo voorkomen we een lappendeken aan oplossingen. Van elk alternatief brengen we de effecten in beeld en doen we een voorstel om een alternatief beter in te passen. We vinden het belangrijk om te weten wat jij van de alternatieven vindt. Daarom kun je jouw waardering kenbaar maken op het online platform dijkversterkingnederbetuwe.nl. Vervolgens zal Waterschap Rivierenland in het najaar van 2019 bepalen wat het voorkeursalternatief wordt. Daarna werkt het waterschap dit voorkeursalternatief verder uit, start de grondverwerving en de aanvraag van de vergunningen. Daarna starten de werkzaamheden die duren tot en met 2024. Wil je meedenken of op de hoogte blijven? Kijk dan op www.dijkversterkingnederbetuwe.nl.